Vrijdag begint het EK roeien in Tsjechië. Bij de vier zonder stuurman is de hoop gevestigd op Govert Viergever. Na de vijfde plaats vorig jaar op de Olympische Spelen gaat de Amsterdammer nu voor een medaille. De Olympische Spelen zijn echt het summum van iedere sport eigenlijk. En voor roeien is dat net zo. Maar het EK is een belangrijk meetmoment. En op die meetmomenten kunnen A-statussen verdeeld worden. En dat betekent dat je een salaris en een belangrijke status van het NOC-NSF krijgt. We willen wel winnen. Dat is wel waar we daarvoor zijn. Maar of de tegenstand beter is, dat kunnen we nog niet zeggen. Maar we weten wel dat we op een hele goede weg zijn. De laatste jaren behaalden de Nederlandse roeiers grote successen. Die lijn moet doorgezet worden in Tsjechië. Op wereldniveau is Nederland echt wel een grote speler. Je hebt als echte topland heb je Engeland zitten. Die over het algemeen wel meer medailles halen dan Nederland. Maar Nederland doet echt mee in de wereldtop. De faciliteiten zijn hier echt fantastisch. Dat zie je niet op heel veel plekken in de wereld. Dus het materiaal en de ondersteuning die wij krijgen, die zorgen er echt voor dat we topprestaties kunnen leveren. Viergever was eerder actief in de 8, maar voor de Olympische Spelen van Rio is hij overgestapt naar de 4. 4 is een heel technisch nummer. Dus waarin de 8 echt puur draait om snelheid en kracht. En ook een stuk korter duurt. Daar is de 4 eigenlijk een iets technischer nummer, omdat je een kleiner bootje hebt en je voelt veel meer wat de boot doet en hoe het water invloed heeft op de boot, de golven en dergelijke. Dus je hebt veel meer gevoel met de boot. De rol van viergever in de boot is een belangrijke. Ik ben de slag en de slag geeft het ritme aan. Dus je zou kunnen zeggen, degene die ervoor zorgt wat de cadans is. Govert is denk ik ook wel echt een begenadigde slag, zoals dat heet. Dat wil zeggen dat hij een heel goed ritme voor kan slaan. Dat hij ook in wedstrijden heel scherp en heel gedreven is. Maar het belangrijke van zijn slag is eigenlijk ook dat hij goed kan aanvoelen wat de ploeg op ieder moment in een wedstrijd nodig heeft. Of het meer rust, meer lengte, tempo, accenten. En het is in zekere zin ook in zekere zin is toch ook een beetje een regisseur in de boot. Of een coach in de boot, zo je wil. Het EK roeien gaat op 26 mei van start in Tsjechië. Een viergever is hoopvol. Ja, het feit dat we met een leuk team een weg in zijn geslagen. Die misschien wel heel mooie vruchten gaat afwerpen.